zijn die je zondagochtend met mij wil besteden. En dit hoofdstuk is van, tenminste kanto 8, hoofdstuk 3, Gajendra's gebeden van overgave. Zullen we even gezamenlijk de versen opzeggen? Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswati vyasam tato jayam dhiralut. Alvorens dit Srimad Bhagavatam, dat het middel bij uitstek is tot overwinning, te reciteren, dient men eerbiedige eerbetuigingen te brengen aan de persoonlijkheid Gods, Narayan, aan Nar Narayan, de allerhoogste mens, aan moeder Saraswati, de godin van de geleerdheid, en aan Srila Vyasadeva, de auteur. Nashta prayesho abhadresho nityam bhagavata sevaya Bhagavati uttama shloka bhakti bhavati naishtiki. Door het regelmatig bijwonen van lessen over het Bhagavatam en door het bewijzen van diensten aan de zuivere toegewijden, wordt alles wat het hart bezighoudt bijna geheel vernietigd en liefdevolle dienst aan de persoonlijkheid Gods, die geprezen wordt met bovenzinnelijke liederen, wordt gevestigd als een onherroepelijk feit. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Vishnu, Bhutale, Srimate Lokanand Swami, Iti Namo. Namo Vishnu Padaya, Krishna Vishnu, Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami, Iti Namo. Namaste Saraswati Devam Gauravani Vrishayam, Namo Vishnu Shishu, Vrishyatya. Goed, dan gaan we naar hoofdstuk 3. Gajendra, jullie hebben vorige week gehoord van Gita Govinda over wat er staat te gebeuren en hoe Gajendra eigenlijk met zijn vrouwen aan het wandelen was en een beetje dronken raakte door allerlei plezier die hij tot zijn beschikking had. En zo dus eigenlijk terecht kwam in dit water. En hier heeft Gajendra zijn poot vast, stevig vast. En we gaan luisteren naar Gajendra's vervolgverhaal. Nou, de algemene boodschap van dit hoofdstuk is de kracht, hè, de onvoorbiddelijkheid van de materiële natuur. Ik zal dat straks allemaal verder uitleggen. Maar ook de kracht van aanhoudende toewijding of devotie. Hè? Dus niet opgeven, het volste vertrouwen hebbend. En, maar ook de zachtheid van de Allerhoogste. Nou, de kracht van de materiële natuur. En de situatie was zo dat Gajendra in het water terecht was gekomen. En Gajendra, hè, Gaja en Indra, is Gajendra, dat is een samenvoeging van Gaja en Indra. Gaja is olifant en Indra is heerser, koning. Dus Indra, hè, de Indra die we kennen, dat is bij wijze van spreken dat je zou kunnen zeggen dat is minister, minister, minister. Dus dat is niet zijn eigen naam, maar dat is een positie. Dus Gajendra is dan de koning van de olifanten. En zijn natuurlijk, de natuurlijke habitat van een olifant is land. Hij is ook als olifant, olifanten zijn de krachtigste dieren op het land. En voor de rest zijn ze heel sociaal en intelligent. He, je ziet olifanten in groepen lopen. Je ziet nooit alleen. Je ziet ze nooit alleen. Maar ze hebben een ontzettend hoge sociale intelligentie. Hoe ze verbinding moeten maken. Hoe ze met elkaar moeten omgaan. Noem maar op. Dus het is best wel fijn als je kijkt naar de natuur. Hoe Krishna ons eigenlijk
leermeesters geeft, niet alleen in menselijk lichaam, maar ook in andere lichamen. In dit geval is Gajendra dus behorend tot de olifanten, soort olifanten, een dierenrijk. En de krokodil, zijn natuurlijke habitat is water. En natuurlijke krokodillen leven ook voor een deel op het land, maar ze slepen hun prooi altijd naar het water, omdat zij hun kracht is sterker in het water. En tegelijk slepen ze de prooi mee naar het water, omdat dan ze het water gebruiken om hun prooi te laten verdrinken, waardoor ze het water dan inzetten om hun overwinning te bereiken. Dus Gajendra was uit zijn natuurlijke habitat en kon dat niet beschikken over zijn volledige kracht. En kwam dus zo in die greep van die krokodil. En voor die krokodil was het dus wel zijn natuurlijke habitat. En hij kon optimaal zijn kracht gebruiken. En zo is het ook in onze situatie. Hè? Daarom zijn deze verhalen relevant voor ons. Het is niet een entertainmentverhaal, een soort sprookje die in de Bhagavatam terugkomt. Van nou ja, er was eens een olifant en er was eens een krokodil. Maar het gaat erom dat wij moeten nadenken over deze verhalen en terug moeten reflecteren. Het als een spiegel moeten gebruiken van hoe kan het mij helpen om dus verder te komen in mijn zelfrealisatie. Dus omdat wij van nature primair spiritueel zijn en de materiële wereld ons eigenlijk belemmert om in zijn volledige kracht te komen, dan kan je zien in welke mate je reageert op de materiële situaties om je heen. Dat wil zeggen dat de materiële wereld ons in ons greep in de greep heeft, in haar greep heeft, waardoor wij niet tot onze krachtige spirituele kwaliteiten kunnen komen. En die spirituele kwaliteiten zijn onder andere dat wij ons in liefdevolle verbinding zijn met de ander. Dus zo gauw we een negatieve uitspraak doen over iemand anders, dan wil dat zeggen dat wij niet kunnen komen aan onze spirituele identiteit, want wij hebben een visie over die persoon dat niet liefdevol is. Nou, Gajendra's devotie, die komt eigenlijk, wordt gedefinieerd op het moment als hij meer dan 1000 hemelse jaren met die krokodil heeft gevochten. Hij vecht, en dat duurt 1000 hemelse jaren. Nou, dat is voor mij onvoorstelbaar, want mijn hoofd kan er niet bij. Ik zou denken, wauw, al een jaar zou te veel zijn. Maar 1000 aardse jaren is al te veel, wat te spreken over 1000 hemelse jaren. Dus hij heeft ontzettend lang dat gevecht moeten beleven met die krokodil. Hij was dus daardoor ook erg vermoeid. En zijn gebed was op het laatste moment van zijn krachten. En dat zie je dan, die krachten die waren heel erg materieel ingegeven. Wat realiseren we als eerste? We realiseren ons fysieke lichaam. Dat is de eerste realisatie. We realiseren, ik ben dit lichaam, mijn lichaam kan dit. Ik kan vasthouden, ik kan slaan, ik kan ook iemand een knuffel geven. Dus we exploreren heel erg onze fysieke potentieel. Vandaar dat we een fysieke realisatie beleven, in meer of mindere mate. Maar het Bhagavatam zegt, oké, ga voorbij die fysieke realisatie. En dat kan als we even loslaten van die fysieke realisatie, zien we dat er een andere dimensie van ons is. En dat beleefde dus Gajendra hier. Hij heeft het maximum van zijn fysieke realisaties ingezet. Zijn krachten, zijn intelligentie, noem maar op, zijn capaciteit van het bewegen van zijn lichaam en dergelijke. Zijn hulpuitingen, noem maar op. En toen hij ten einde raad was, toen zijn fysieke realisatie hem niet de oplossing bood,
raakte hij uitgeput en hij merkte dat er een andere dimensie was. En op dat moment herinnerde hij dus vanuit zijn vorige leven mantra's. En in zijn vorige leven was hij koning Indrajumna. En deze koning die was best wel vroom. Dus vandaar dat hij de genade had van Krishna om deze uitweg te vinden. En dus die mantra's te herinneren. En je ziet ook dat daardoor dat gebed heel erg zuiver is. Dus niet, geen sporen van die vals ego heeft. Want vals ego gaat om de fysieke identificatie. Ik ben dit, ik ben bruin, ik ben van Suriname, ik ben een vrouw, ik ben, noem maar op. Dus die ik ben gebaseerd op de fysieke identificatie, die had hij niet meer. Vandaar dat zijn gebeden super zuiver waren. En vandaar dat dus deze gebeden heel erg spiritueel geladen zijn en worden gezien door vele wijzen als de zuiverste gebeden voor bevrijding. Het heeft een kern, de essentie ervan, van bevrijding, zit in deze gebeden. En het is echt een pleidooi vanuit de grond van zijn hart om uit die klauwen van Maya te komen. Dus dat is dat kenmerk van Gajendra's devotie hier. En Gajendra's versen, er zijn 28 versen. Dat zijn de versen in dit hoofdstuk van 2 tot en met 29. En elk gebed is echt vol en doordrenkt van die devotie, van die toewijding aan Heer Vishnu. Inmiddels zijn deze versen ook deel van de beroemde Vishnu Sahasranaam. Stotram, dat zijn de 1000 namen van Vishnu. Het is ook door vele wijzen wordt het gezien als een voorbeeld, als een testament van transformerende kracht van die toewijding, hoe toewijding je helpt om te transformeren van je materiële identiteit naar die spirituele identiteit. En door ritmisch deze verse te reciteren, dan harmoniseert het zich met het hartslag van de ziel die uitreikt naar die goddelijke kracht, die uitreikt naar die liefde van Krishna in een moment van volledige overgave. Dus het is een bijzonder, bijzonder aangrijpend en smaakvol. Je proeft gewoon die devotie als je echt induikt in die gebeden van Gajendra, in zijn gemoed, in zijn aanroeping. We hebben ook te maken in dit deel over de vloeken, hè? Vloek van de wijze. Een van die wijzen die had natuurlijk dus Gajendra, Agastya Muni, die had Gajendra vervloekt. En je ziet, in meerdere hoofdstukken hebben we gelezen over vloeken. En je zou denken, ja, maar dat zijn toch zulke verheven toegewijden. Zouden ze niet eens moeten ophouden met al dat gevloek, weet je wel? Maar dat is een deel van het spel en vermaak die Krishna laat gebeuren. Want wijzen kunnen hele grote zegens geven, maar ook hele extreme vloeken. Maar omdat alles absoluut is en alles onder controle van Krishna gebeurt, worden allebei situaties, zowel de genade, zowel de zegen, zowel de vloek, wordt gebruikt in dienst van Krishna. Dus je ziet dat die vloeken die doorheen de shastras plaatsvinden, die worden gezien als een katalysator van verschillende epos, van epische voorbeelden, hè? Zoals bijvoorbeeld Durvasa Muni en Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj, zo'n voorbeeldige koning, die door Durvasa Muni vervloekt wordt. Of Sri Ram, die dan een vloek krijgt van Kekhi en een Gajendra, natuurlijk in dit geval, van Agastya Muni. En natuurlijk kennen jullie ook het verhaal van Jaya en Vijay. Hè? Met Hiranyakashipu en Hiranyaksha, die vervloekt werden door de vier Kumaras.
En zo zijn er een aantal van die situaties. Dus we hoeven ons niet te storen van, goh, ja, het zijn materiële mensen die wijzen. Nee, het zijn heel goed doordachte, maar mooi georganiseerde spel en vermaak van Krishna, waardoor wij kunnen leren van, goh, als een toegewijde boos op me wordt en een uitspraak doet, ik laat het over aan Krishna, want dit is het spel en vermaak van Krishna. En dan gaan we zien hoe dat zich uitpakt. Ik moet gewoon vertrouwen in hebben dat Krishna wel een bedoeling daarmee heeft. Gajendra was in zijn vorige leven dus koning Indrajumna. En hij was in meditatie. Agastya Muni die kwam op bezoek. Maar Indrajumna die had het niet door, want hij was in meditatie. En Agastya Muni die werd boos door zo'n onrespectvol gedrag dat hij niet goed ontvangen werd door de koning en vervloekte hem. En de krokodil die werd ook, was ook een koning. Hij was een koning, Gandharva koning. En hij heette Huhu. Dat is wel grappig. Huhu. Dus hij had Devala Rishi kwaad gemaakt door speels een beetje aan zijn been te trekken tijdens zo'n ritueel. Maar daar gaan we het verder over hebben in het volgende hoofdstuk. Dus de toegewijde van volgende week, die zal daar wat meer over vertellen. Maar dan hebben jullie een beetje de context. Een overzicht van hoofdstuk 3 is 1. Het eerste vers legt uit waarom de Gajendra in die staat komt dat hij de mantras kan reciteren. In de versen 2 tot 29 horen we de gebeden. En in de versen 30 tot 33 wordt beschreven hoe de Allerhoogste Heer Gajendra bevrijdt. Laten we kijken naar vers 1. Vers 1, daar is voornamelijk bhakti in het vorige leven van toepassing. Gajendra die chant de mantras in de vorm van gebeden die hij in zijn vorige leven had gereciteerd. En Prabhupada in zijn purport die haalt aan dat het heel belangrijk is daarom dat wij dit leven in elk geval goed aan doen om mantras goed te leren, zodanig dat het niet alleen geleerd wordt met je hoofd, maar ook beleefd wordt met je lichaam, waardoor het een samskara wordt, een imprint wordt, die je nooit meer voor de rest van je reïncarnatiecycli, dat je die nooit meer zal vergeten. En de beste mantra die ons kan vergezellen in onze routes of in onze levens, in de verschillende reïncarnatiepatronen, is de Mahamantra. Dus daarom stresst hij erg op van leer die Mahamantra goed. Probeer de verschillende dimensies van de Mahamantra goed te integreren in je eigen doen en laten, zodanig dat het een deel wordt van je tweede natuur, je hogere natuur. En Gajendra kan het zich herinneren omdat hij dus moe was van die strijd. Hè? Omdat hij moe was, viel hij dus terug vanuit die lichamelijke platform naar een soort vermoeidheid. En Prabhupada geeft aan dat een ieder die bhakti doet, hè, al val je terug materieel, spiritueel val je nooit terug. Dus mocht je het opgeven, mocht je dus eigenlijk dit leven verlaten op een moment dat je zegt van ja, maar ik heb mijn spiritueel doel nog niet bereikt. Geen nood, volgend leven ga je precies door waar je was gebleven. En herinnering is ook belangrijk om te weten. Wij denken, ach ja, als ik een beetje de Mahamantra ken, dan is dat prima. Maar zoals je weet in de Bhagavad Gita staat, hè, van mij komen herinnering, kennis en vergetelheid. Dus probeer ook de genade van Krishna te krijgen. En daarom is het goed dat we ons bewustzijn doordrenken. Niet van materiële situaties die we anders willen, of materiële dingen die we anders zouden missen in ons leven, maar gewoon doordrenken van Krishna, Krishna's aanwezigheid, Krishna's wil, Krishna's plezier, Krishna's relatie met ons, hoe Krishna liefdevol met jou
omgaan. In de versen 2 tot 5 gaan de versen voornamelijk over de kenmerken van de Allerhoogste. Ik doe deze versen even apart analyserend met jullie. En dan wil ik op het einde, als we tijd hebben, dan is het fijn om die versen achter elkaar even te horen. Ik heb een mooie YouTube-filmpje gevonden waarin dat vers wordt gezongen. Ik ben niet zo goed in het zingen van de versen. Maar dus het zou mooi zijn als we dat gezamenlijk even kunnen horen en een beetje kunnen mediteren. Maar het is daarom goed om even te begrijpen wat in die versen wordt aangehaald. Dus in die versen 2 tot 5 gaat het voornamelijk om de kenmerken van de Heer. Vers 2 heeft het over dat de Heer de oorzaak der oorzaken is. En dit hebben we ook eerder gehoord, hè? In de Brahma Samhita wordt Krishna ook aangehaald als de Ishwara Paramakrishna, Satchidananda Vigraha, Anadi Radhir Govinda Sarva Karana Karanam. En de Karana, hij is de Sarva Karana, hij is van alle oorzaken, is hij de oorzaak. Dus hij is ook de oorzaak, de grondoorzaak van iedereen. En daarom is hij ook de grondoorzaak van Brahma en Shiva. En voor iedereen die zichzelf in leven vindt, in bestaan vindt. En daarom wordt hij ook aanbeden door Brahma en Shiva. Hij is niet alleen in menselijke levensvormen, maar ook in dierlijke planten. Maar ook in materialen, want overal is bewustzijn. Bewustzijn is al doordringen. Dus daarom is hij de oorzaak der oorzaken. Hij is ook de allerhoogste energie. Hè? Hij is de oorzaak, maar ook het totaal van alle bestanddelen van het universum. Dus als je een idee krijgt om iets te doen, dan krijg je ook direct de energie erbij om het te doen. Het is een pakket die samengaat. He, als je kijkt van, je krijgt plotseling een idee van, goh, ik moet dit doen, dan komt er automatisch de energie ervoor om het te doen in je lichaam. En daarom is hij de Heer, want hij manifesteert zich als dat idee. En omdat je dat omarmt, krijg je automatisch dat deel van de Heer die in zijn energiegedaante is met je mee. En daarom wordt hij gezien als de allerhoogste energiebron. Hij schept, hij vernietigt en hij is de oorzaak en resultaat, maar blijft toch altijd los daarvan. En dat is best wel moeilijk voor mensen om te begrijpen. Als hij de schept en vernietigt, ook het oorzaak is en resultaat, hoe kan hij dan toch nog onthecht blijven? En dat is iets wat we onszelf moeten praktiseren om te begrijpen. Want als wij iets hebben geschapen of gecreëerd, zeg maar, hè, ik heb een gerecht gemaakt en het is geweldig, vind ik, noem maar op. En ik heb met de juiste zorg gedaan, mooi, lekkere ingrediënten enzovoort. En iemand geeft daar een negatief oordeel over, dan voel ik me gekwetst. Dus ik ben er niet van onthecht. Hè, ik heb iets gecreëerd, maar ik ben er niet van onthecht. Maar hij is er wel van onthecht. Hoe gebeurt dat dan? Hoe zit dat dan in elkaar? En plus, hij is ook de allerhoogste getuige van alles. Dus hij doet het, maar hij is er ook getuige van dat het gebeurt. Dus dat is super bijzonder. Hoe Krishna eigenlijk de schepping, maar ook het totaal van het geheel eigenlijk laat plaatsvinden. En hij blijft transcendentaal. Hij ontstijgt het duister van de universele vernietiging. Hij blijft altijd in het licht. Hij is het licht. Hij is de bron van het licht. Dus als hij de bron van het licht is, dan kan hij nooit in het duister zijn. Dan kan hij nooit omgeven worden door het duister. Anders zou het duister krachtiger zijn dan God. En je ziet het hier nogmaals, hij is de oorzaak van alle oorzaken. Hij is, dit had ik al aangehaald. Dit vers, dat hij de allerhoogste energie is. Prabhupada heeft het hier benoemd hier
de pottenbakker, de wiel van dat mechanisme dat potten bakt, zeg maar. Ik weet niet hoe het heet. Dus als hij de oorzaak en het totaal is van alle ingrediënten in het universum, is hij ook de oorzaak en het totaal van alle vaardigheden, van alle talenten. Dus als je denkt van, goh, ik kan geweldig goed zingen, dan is dat de manifestatie van Krishna's talent, Krishna's vaardigheid. Dus dat deel van Krishna komt terug in jou als dat je mooi kan zingen. Hè? Dus daarom is hij het totaal van alles wat er is. En die voorbeeld van die aarde en de pot was dus, de pot is van aarde. Hè? De lichaam van die pottenbakker is ook gemaakt uit aarde. Die wiel voor pottenbakken, die bestaat uit aarde. Hè? Dus misschien hout of zo. En hout is ook van aarde. Het is niet. Ja, als je kijkt naar waarom aarde, je hebt aarde, water, vuur, lucht en eten. In dit geval dus aarde. En de vloer waarop de wiel rust, is ook van aarde. En de rustplaats van dat geheel is het gebouw. Maar ook de potten die zijn in het gebouw en die zijn ook van aarde. Dus eigenlijk zie je dat, en natuurlijk aarde is in het geheel van Krishna. Dus het idee om de pot te maken komt van die Allerhoogste, maar alle andere zaken die zijn ook allemaal vanuit de Allerhoogste. En toch is hij er los van. En soms, en we hebben gezien dat hij transcendentaal is, soms manifesteert hij zich en soms is hij niet gemanifesteerd. Hè? Daarom wordt gezegd, Krishna is de Allerhoogste energiebron en hij kan beslissen dat hij het wel of niet manifesteert. Manifesteren wil zeggen dat het waarneembaar is. Waarneembaar wil zeggen dat wij bestempelen als waar, als lokaliseerbaar, als zichtbaar, als hoorbaar, als noem maar op. Hè, waarneembaar. Als we iets kunnen zien, dan zeggen we het is waar. Hè? We nemen het tot ons als waar. Daarom wordt het gezegd waarnemen. En manifesteren wil zeggen waarneembaar maken. Maar als iets niet gemanifesteerd is, wil dat niet zeggen dat het niet bestaat. Het is alleen niet door onze materiële zintuigen waarneembaar. En daarom doet het er niet toe of het gemanifesteerd is of niet. Het bestaat altijd. Dus Krishna en zijn schepping en de volheid van zijn schepping, maar ook van alles, is er altijd. Alleen moeten we ons kwalificeren om het meer en meer waar te nemen met onze spirituele zintuigen. En dat kan alleen als wij de genade van Krishna hebben. Hij is ook transcendentaal. Hij is boven de vijf elementen ontstegen. En daarom is hij niet afhankelijk van de aanwezigheid van licht of duister. De versen 6 en 7 gaat erover dat wij de Allerhoogste begrijpen. Hè? Dat zelfs de halfgoden en de wijzen die kunnen hem niet helemaal begrijpen. Dat zegt Gajendra. Gajendra zegt, ja, als ik ben een dier. En als de halfgoden en de grote wijzen jou niet kunnen begrijpen, vergeef me dan, want ik ben een dier. Hoe kan ik jou dan in je geheel begrijpen? En de wijzen die dat wel begrijpen, die begrijpen, tenminste, die doen dat als ze daadwerkelijk gedreven en enthousiast zijn. Ze zijn serieus om daadwerkelijk Krishna te begrijpen. He, ze zetten tijd opzij, ze zetten moeite opzij. Ze laten zich niet overmannen door allerlei materiële agenda's die ze zichzelf voorgeschoteld krijgen door hun vals ego. Ze zeggen: nee, prima, prima. Ik moet dit doen vandaag, dat doen vandaag, zus doen vandaag. Oh, het is een drukke dag. Maar ik ga tijd vrijmaken om te begrijpen wie de Heer is, hoe hij werkt
En al is het 10 minuten per dag, 15 minuten per dag, 1 uur per dag, dat doet er niet toe. Maar dat je structureel tijd maakt, dat je enthousiast bent en dat je daadwerkelijk die stappen maakt om de Heer te willen begrijpen. Dat je ook moeite doet om anderen gelijkwaardig te zien en te behandelen, al word je verstoord door misschien hun gedrag dat niet zo. Ja, dat misschien jou kwetst op de een of andere manier. Ik had net het voorbeeld van van dat gerecht die ik had gemaakt. Al heeft die persoon gezegd van nou, het smaakt niet zo lekker of wat dan ook. Dat je toch nog blijft, dat je die anderen gelijkwaardig blijft behandelen. En vriendelijk blijft. Dat je begrijpt dat in alles de spirituele manifestatie is van Krishna, de superziel, in alles aanwezig is. En dat je zo iedereen ziet, dat je geen onderscheid maakt. En dit plaatje is eigenlijk een verwoording of weergave van dit vers, hè? In de Bhagavad Gita 5:18, Vidyavinaya Sampanni Brahma Gauri Hastini en zo. En dat je zelfs een hond, een chamar als gelijkwaardig ziet, dieren gelijkwaardig ziet. In de versen 8 tot 12 heeft Gajendra het over hoe de verschijning van de Heer plaatsvindt. En deze vindt plaats extern en innerlijk, hè? In de uiterlijke wereld en de innerlijke wereld. Er is een proces hoe dat plaatsvindt. En er is een gedaante die waargenomen kan worden. Hè? In de verse 8 tot 9 heeft hij het over die externe lokalisering van de Heer. Hè? In de materiële wereld verschijnt hij als Brahman, hè? Zonder naam, zonder gedaante, zonder kenmerken. Dat is dus die energie, die alles doordringende energie, die aanwezigheid. Je voelt de aanwezigheid van de Heer, maar je ziet hem niet. Je kan het niet vastpakken. Je kan het niet, je kan niet zeggen van ik voel het zo of ik voel het niet zo. Je voelt wel dat je niet alleen ervoor staat. En dat wordt dus de energie, de alles, aldoordringende energie. Brahman van God genoemd. In vers 10 noemt Gajendra zijn innerlijke verschijning. En dat is een stapje hoger van Brahman. En dat is dus de aanwezigheid van Krishna als superziel die in het hart verlicht. He, verlicht wil zeggen dat hij licht laat schijnen. Als jij ergens bent en je weet niet waar je bent, wat je moet doen. En iemand vertelt je waar je bent en wat je moet doen, of wat van je verwacht wordt. Dan ontstaat er licht in dat duister van vragen bij jou. En zo krijg je, naarmate je de Bhagavatam leest, Bhagavad Gita leest, krijg je kennis. En die kennis heeft de kracht van een geweldige, briljante lamp die licht schijnt in het duister van waarom gebeuren deze dingen? Waarom is er oneerlijkheid? Al die waarom vragen worden stuk voor stuk verlicht. En dat is dus de kracht van de superziel. Als je aanvaardt dat Krishna in het hart is, niet alleen van jou, maar ook van alles en iedereen om je heen, dan maak je al een stap in die richting en dan krijg je een begeleiding van de superziel naar meer verlichting, naar meer kennis, naar meer weten, zodat het aantal waarom vragen verdwijnen en een hogere betekenis krijgen. Dan is er het proces van hoe de Heer verschijnt. En dat proces is voor zelfrealisatie. Hij verschijnt voor zelfrealisatie. Nou, Yada Yadahi Dharmasya, dat is het vers in Bhagavad Gita in hoofdstuk 4. Waarom verschijnt de Heer? Hij verschijnt alleen voor zelfrealisatie. Zelfrealisatie, dat jij je realiseert, reëel maakt, echt voelbaar maakt
wat het zelf is, wie het zelf is, hoe het zelf is. Hè? En zelf is, gaat over jouzelf. Niet om Malati zelf, niet om Parvati zelf, maar om jouzelf. Hè? Jou, voorbij dit lichaam, wie ben jij? Wat zijn jouw krachten? Wat zijn jouw relaties met anderen? Dat zelf. En dat gebeurt door toegewijde dienst en natuurlijk bhakti yoga. Dat je probeert vanuit die liefdevolle verbinding, bhakti, die verbinding aan te gaan. Met jezelf, maar ook met anderen om je heen. Met situaties om je heen. Dus dat is het proces van de Heer om te verschijnen. En dan de gedaanten, dat zijn de verschillende gedaantes van de Heer. Die worden genoemd in vers 12. Een van de gedaanten is dat hij in een shante mood komt. He, was een van de voorbeelden van een shante verschijning van de Heer is Vasudeva. Vasudeva Krishna, als je de verhalen kent van Vasudeva Krishna, dat is voornamelijk de Krishna die in Dwarka is. Hij is altijd gebalanceerd, peaceful, gelijkwaardig, noem maar op. Hij is niet. Dus hij is een regeerder die altijd in balans is. Maar er is ook een ghore verschijning, onder andere die van Narsingadeo. Het is een boze gedaante die soms angstaanjagend eruit ziet. En dat is dus Narsingadeo. Dus je hebt een sante verschijning, een voorbeeld is Vasudeva. Je hebt een ghore verschijning, bijvoorbeeld Narsingadeo. He, voor ons is bijvoorbeeld Narsingadeo heel liefdevol, maar voor Hiranyakashipu was hij niet zo liefdevol. Dus voor hem is het een ghore verschijning. Maar ook de tijd kan een ghore verschijning voor mensen zijn die in dit lichaam zitten en nog zoveel dingen willen doen. En eigenlijk dit lichaam zien als het enige werktuig om dat te laten gebeuren. Dus ze hechten dan heel erg aan dit lichaam. Zonder dit lichaam kan ik het niet doen. Dan komt de tijd als in een gehore roep. Ja, dan is het angstaanjagen. En hij komt in de moeder gedaante. Dat zijn dus de diergedaante. Maar ook. Bijvoorbeeld, dus de diergedaantes, onder andere Varaha half everzwijn, half menselijk. Nee, sorry, hij is helemaal everzwijngedaante, Kurma en zo aan. Maar ook Brahma, sorry, hier ben ik de S vergeten, Shiva. Dat zijn dus de moedergedaante. De moeder gaat om het vernevelde, dus gedaanten die een vernevelde of gedeeltelijke. Een spirituele identiteit beleven. Onder andere Brahma en Shiva, die soms verwikkeld raken in materiële eigenschappen van zichzelf. En Prabhupada haalt het een paar keer aan, vooral in tekst 9 wordt er een paar keer gezegd, maar vooral in dit gedeelte wordt aangehaald. Ja, vooral die gedaanten, daar zitten heel veel impersonalisten tegenaan te hikken. Van ja, maar de Heer heeft geen gedaante, heeft geen kenmerken, heeft geen naam. En Krishna is dus ondergeschikt aan Brahman. Brahman is superieur. Terwijl in tekst 9 wordt heel duidelijk deze woorden aangehaald. Dat Krishna arupayo rurupaya is. Arupaya wil zeggen, hij is geen gedaante, maar daarbovenop is hij een arurupaya, heeft hij een wonderbaarlijke gedaante. Dat wil zeggen dat hij geen materiële gedaante heeft, maar een spirituele gedaante dat wonderbaarlijk is, dat boven onze materiële concepties uitstijgt. Dus vandaar dat de Krishna-gedaante niet als materieel beschouwd kan worden, maar als superspiritueel. En daarom dat Krishna's gedaante niet ondergeschikt is aan de Brahman, maar juist superieur is, de bron is van Brahman. In de versen 13 en 17 gaat het om haalt Gajendra aan waarom
de Allerhoogste zijn enige toevlucht is. En hij noemt deze kenmerken aan. Hè? En ik maak dit overzicht voor jullie, omdat wij soms ook heel analytisch bezig zijn in ons spiritueel proces. En denken van, ja, maar wat heeft nou Krishna voor me gedaan? En noem maar op. En het is ook fijn om dingen op een rijtje te hebben. En hier zegt Gajendra, ik beschouw hem als mijn allerhoogste vader. Ik beschouw hem als de allerhoogste manager, als de allerhoogste beheerder, als de allerhoogste oorspronkelijke oorzaak, als de allerhoogste openbaarder van kennis en als de allermeest genadige persoon. Je ziet het ook dat de verse die Gajendra opzegt, dat hij het opzegt aan de allerhoogste, de eigenaar van deze kwaliteiten. En de eigenaar van deze kwaliteiten, die komt dan ook aangerend om hem te helpen. En in die vers 13 herinnert hij zich, Prabhupada herinnert ons aan het woord kshetragya. Dat is de kenner van de kshetras. En Bhagavad Gita hoofdstuk 13 staat er vol van. Het zou goed zijn om dat een keer te lezen en te begrijpen. Ik zal er straks iets meer over vertellen. Als allerhoogste beheerder, als manager, is hij getuige van wat allemaal gebeurt. Maar hij observeert ook en hij staat ook toe dat jij wat je uit je vrije wil hebt gekozen, dat dat ook gebeurt. Dus zo is hij een partner van jou. Hij is niet superieur, hij is niet ondergeschikt. Hij kijkt en hij staat toe. Hij is ook de allerhoogste oorzaak, dat hebben we ook eerder aangehaald. En al zijn oorzaken zijn wonderbaarlijk. We kunnen daar niet echt iets op zeggen van, nou ja, dit en dat. Er is op een bijzondere manier krijgen we een inspiratie voor een mooi gezang, voor een mooie een schilderij, maar ook voor de oplossing van een probleem krijg je het ineens, tjaks. En dat lijkt wonderbaarlijk soms. Jullie zullen dat allemaal wel een keer hebben meegemaakt. Hij is ook de allerhoogste openbaarder van kennis. En want hij verschijnt in de, hè, we zijn allemaal Sat-Chit-Ananda. Chit wil zeggen dat de kennis al in ons is. En hij verschijnt dus in onze geest, als we ons geest zuiver houden, dan openbaart hij deze kennis die al in ons heeft. En hij wijst je op, hé, hey, je wist het eigenlijk al, maar kijk daar. En hij is ook de allermeest genadig, want hij is niet gebonden. Hij is, Brahma, Shiva zijn gebonden aan de materiële wetten die Krishna geschapen heeft, Krishna in place heeft gebracht. Maar hij is niet onderhavig aan deze wetten. Dus hij is bevrijd. Hij is ook uiterst genadig. Hij heeft een zacht hart. Hij is super liefdevol. En als Paramatma is hij degene die precies weet hoe je in elkaar zit. Ik ga nog even terug naar deze vijf paarse onderdelen om daar een beetje meer over te vertellen. En in hoofdstuk 13, of in vers 13, maar ook in hoofdstuk 13 van de Bhagavad Gita staat er over die kshetra. En kshetra, dat is het lichaam. En er zijn twee kenners. Gya, kshetra, gya. De eerste kenner is de ziel en de tweede kenner is de superziel. Dus en hij is de oorspronkelijke gya. Hij is de oorspronkelijke kenner van het lichaam. Maar hij is ook daarom ook getuige van al onze activiteiten. En hij observeert dus onze handelingen. En hij weet precies elk moment, al weet jij zelfs niet wat je gisteren hebt gedaan. Hij weet precies wat je hebt gedaan, hoe je het hebt gedaan, met welke intenties. Was het liefdevol, was het niet liefdevol? En waarom je niet liefdevol was, of waarom je. Dus hij begrijpt precies waarom je handelt op een bepaalde manier. En zelfs al hebben mensen geen vertrouwen in jou, hij heeft het volste vertrouwen in jou. Hij weet precies wat je doet. Al beschouwen mensen jou van, ja, jij, dat is niet lief van jou, of je hebt verkeerd, je liegt, of wat dan ook.
Heb er vertrouwen in dat Krishna in je hart is en hij weet precies waarom jij iets doet. En hij zal je daarom dus altijd op een liefdevolle manier blijven begeleiden. Hij is ook de allerhoogste dirigent, hè? Hij is de allerhoogste manager, hij is de allerhoogste beheerder, zou je kunnen zeggen. Hij begrijpt ons helemaal en hij dirigeert het geheel van de materiële schepping. Als je zo'n dirigent kijkt, zo'n concert, je hebt muziek met muzieknoten, je hebt muziekinstrumenten, je hebt muzikanten, je hebt de toeschouwers, de ervaring die ze erbij moeten hebben, maar ook de hele compositie, de harmonie ervan en noem maar op, alles wat erbij komt kijken. En dat doet hij. Hij doet dat in je leven en hij vraagt jou om deel te zijn van dat geheel en niet om je eigen weg te gaan, hè? Als jij zo in zijn orkest zit. En iedereen die speelt zijn eigen muziekinstrument en wat je hebt geleerd op de noten die jij moet spelen van het geheel van het muziekstuk. En als jij allerlei andere tonen gaat blazen, dan kan je je voorstellen dat jij er zelfs last van gaat hebben, maar je omgeving zeker ook. Dus maar hij begrijpt je, hij geeft je op een eerlijke wijze de resultaten van jouw handelingen. En hij is ook de oplossing van alle twijfels die jij in je hart kan hebben. En daarom is het belangrijk als wij twijfels hebben in ons hart, heb een gesprek met hem, doe je bhakti, probeer je toewijding centraal te stellen. En op de een of andere wonderbaarlijke wijze zal je merken dat je de oplossing zal vinden voor die twijfels. Hij geeft dus ook de kennis en door zijn wil zal alles ook echt gebeuren. Hij is de allerhoogste oorzaak. Prabhupada haalt aan dat zoals alle rivieren, zoals alle kleine rivieren stromen naar de oceaan, zo is het ook dat iedereen, alles wat er gebeurt, alle interacties, de hele schepping, alleen maar leidt tot zuivere, liefdevolle verbinding met Krishna. Ja, en dat haalt hij aan in vers 15, 15 van de Bhagavad Gita, dat hij het doel is van de Veda's en hij ook de samensteller is en hij ook de kenner is van de Veda's. Dus hij is daarom de allerhoogste oorzaak der oorzaken. Hij is de allerhoogste verlichting. Prabhupada haalt aan dat zoals in Aranya's hout, is het potentieel van vuur. En dat het potentieel van vuur, het vuur is niet zichtbaar in hout, zo is de kennis over de Heer bedekt. En de kennis in ons hebben we al. Ik zei het al, we zijn Satchit-ananda. We weten het al, maar die kennis is bedekt. Maar de Heer zelf is niet bedekt. Dus door zijn genade, hè, opent hij verschillende poorten in ons hart. En zo komen we vanuit een kama-bhakta naar een nishkama-bhakta. We krijgen dus minder materiële verlangens in ons hart. En we vertrouwen er meer op van, hey, ik merk dat als ik het aan Krishna overlaat, als ik me minder druk maak over dit of dat, dat het uiteindelijk wel zo geweldig goed komt dat ik het zelfs niet beter had kunnen doen. En dat is dus wat zijn genade voor jou is. En je ziet ook dat de shastras soms regels voorschrijven. Je moet zus doen, je moet zo doen. En als je dat doet, dan krijg je die slechte karma's. Maar je ziet ook dat die zuivere toegewijden zich niet laten tegenhouden door die regels in de shastras. Eén verhaal was van de gopis, die toen Krishna hoofdpijn had in Dwarka. En naar het Munimar niemand kon vinden om hem beter te laten worden. Hij had alleen een beetje dust, stof nodig van zijn toegewijden. Maar de toegewijden die hij in Dwarka allemaal benaderde voor een beetje stof van hun voeten om op Krishna's hoofd te smeren. Geen van de toegewijden wilde dat doen, want ze dachten van nee, maar dan ga ik naar de hel. Hoe kan dat nou? Naar het Muni schaam je dat je me zoiets vraagt.
En toen zei Krishna van, nou, ga maar naar de gopis, dan kijk maar wat er dan gebeurt. En Krishna is Narad Muni is naar de gopis gegaan, vroeg aan de gopis van, kijk, Krishna heeft echt een hele barstende hoofdpijn. En het enige middel dat hem kan helpen is stof van jullie lotusvoeten, van zijn zuivere toegewijden. Willen jullie dat doen? En de gopis hebben niet eens één klein percentage getwijfeld. En ze zijn direct hebben stof verzameld en aan Narad Muni gegeven. En Narad Muni was super verbaasd. Hij zei: ja, maar begrijpen jullie wel dat jullie hierdoor wel eens in de hel kunnen terechtkomen? Want dat zeggen de Shastras. En toen zeiden ze: ja, maar dat maakt ons niet uit, zolang Krishna maar geholpen wordt. En dat is hoe zuivere toegewijden op een gegeven moment die liefde ervaren tussen Krishna en zichzelf. Hij is ook de allermeest genadige persoon. Hè? En dit is eigenlijk, vers 17 wordt gezien als de allermeest mooiste vers, vol met die liefde voor Krishna. En daarin krijg je dus die vertrouwen dat Krishna daadwerkelijk voor je klaar gaat staan. En dat woord is madrik. En ieder die zoals ik zich overgeeft aan Krishna zal verlost worden. En waarom? Omdat hij het vermogen heeft te verlossen. En als iemand het vermogen heeft om te verlossen, wil niet zeggen dat hij het ook nog gaat doen, maar hij heeft ook de compassie om je daadwerkelijk te verlossen. Soms, misschien als je in geldnood bent en je gaat naar iemand die er goed bij zit, financieel, die persoon heeft het vermogen om je te helpen. Maar heeft die wel de compassie om je te helpen? Dus het vermogen om te helpen wil niet altijd zeggen dat je daadwerkelijk bij de juiste persoon bent. De tweede component daarbij is dat die persoon daadwerkelijk over zal gaan tot het begrijpen van jouw nood en van jouw situatie. En begrijpt van, hey, dit moet ik aanpakken. En dus die compassie en het vermogen, die twee gaan altijd samen. En vandaar dat dit vers heel belangrijk is, want het geeft inzicht dat deze twee elementen in de Heer aanwezig zijn. En hij is in het hart en hij zal dus daarom die compassie jou laten voelen, maar ook die vermogen manifesteren. Het is op een heel persoonlijke manier, heel persoonlijk, super individueel. En jij alleen zal merken dat jij compleet geholpen wordt. De manier waarop hij jou helpt, zal bij een ander op een heel andere manier gebeuren. Vers 18 heeft het over materiële gehechtheden. Gajendra haalt aan dat hij zoveel materiële gehechtheden heeft, die hem eigenlijk het herinneren van God verhinderen. En hij noemt het in die eerste paar regels: Atmatmajaptagriha Vittajanesushaktair. En dat wordt genoemd het lichaam, Atma. Maar ook geest, de atma, de japte, dat zijn de kinderen, familie, vrienden, gemeenschap, land, rijkdom, dienaren en assistenten. Dat zijn allemaal gehechtheden waaraan wij ons onbewust mee vereenzelvigen. En dienaren, zoals mensen die iets voor je moeten doen, assistenten, mensen waarvan je denkt, die persoons hulp heb ik nodig om iets anders te bereiken. Vroeger was het heel duidelijk wie je dienaren zijn. Tegenwoordig heb je een ineenverstrengeling van dienaren, assistentie, maar ook meesterschappen en zo aan. Maar ze zijn er allemaal aanwezig. En dan zegt hij in dat vers verder dat degenen die al in hun hart bevrijd zijn, muktatmabhi, mukta atmabhi, degenen die al in hun ziel, in hun hart bevrijd zijn, die laten zich niet verleiden. En dan kan je zeggen, ja, maar dat gaat nog lang duren bij ons, zo in je hart bevrijd zijn. Nou ja, dat is dan, als jij zegt het gaat lang duren, dan zal het lang duren, want dan gaat je geest op zoek naar bewijzen dat het lang duurt.
Maar Prabhupada zegt, het duurt een minuut, een seconde, een moment. En je kan ook zeggen, nou, ik ga dat geloven. En als je zegt, ik geloof dat het heel lang duurt, dan zal het lang duren. Als je gelooft dat het een halve seconde duurt, dan zal het een halve seconde duren. Dus degenen die in hun hart bevrijd zijn, die laten zich niet verleiden. En omdat de Heer dus onaangetast is door die geaardheden, dan is hij een toevluchtsoord. En dan is hij een waardige toevluchtsoord. Hij is apapawidham. Hij is onaangetast door papen, door die materiële geaardheden. In vers 19 tot 21 noemt hij redenen voor het nemen van die toevlucht. Er zijn twee soorten mensen die toevlucht nemen. Er zijn mensen die sakama bhaktas zijn. En dan heb je mensen die nishkama bhaktas zijn. Sakama bhaktas zijn mensen die een resultaat verwachten. Sakam is er. We willen kamen, we willen nog genieten. En dan deze bhaktas, die komen vanuit de tradities, die dharmische regels als hoogste prioriteren. Artha, dat zijn materiële lieden, die wilde middelen als hoogste prioriteren. Kamen, dat is genot, zijn mensen die op genot uit zijn. En moksha, dat zijn dus onder andere die impersonalisten die bevrijd willen worden. He, bevrijding uit het lichaam, want Maya is slecht. En wij willen niet meer in deze slechte leven leiden, verder gaan. Dus we moeten bevrijd worden. En dat zijn dus allemaal sakama bhakta. Je wilt iets. Hier wil je iets. Hier wil je iets. En hier wil je iets. Dus, maar de nishkama bhakta. Nish wil zeggen, je wilt niets. Er is geen resultaat dat je wilt. Je wilt alleen liefhebben. Dat is alles. En liefhebben is niet een resultaat. Dat is een ervaring. Dus je wilt in die ervaring van liefde, leven, devotie. En die twee komen, Nishkama Bhakti wordt aangehaald in de versen 20 tot 21. En in de versen 22 tot 24 geeft Gajendra een soort, zeg maar, een epiloog aan, een samenvattende verheerlijking van God. En hij heeft het over die oneindige vermogens van de Heer. En dat zijn wat hij creëert, wat hij niet is en wat hij wel is. En wat hij creëert zijn onder andere dus die deelaspecten. Hè? Wij zijn deelaspecten, we zijn allemaal deeltjes van Krishna. En dus alle deelaspecten, alle jiva-tattvas, beginnende met Brahma, Shiva enzovoort, alle devas, alle demonen, noem maar op. Hij creëert ook de Vedas, hè, alle kennis, alle andere levende wezens, sorry, zoals bewegende en niet bewegende wezens, met hun eigen unieke kenmerken. Hè. Je ziet bijvoorbeeld een pauw, je ziet een koraal, je ziet vissen, je ziet zoveel bewegende en niet bewegende wezens. Onder andere een berg is een niet bewegend wezen. Maar hij creëert ook de geest, hij creëert ook de intelligentie, hij creëert ook de zintuigen. Hij creëert de grof en fijnstoffelijke materiële lichamen. En hij creëert ook de continue transformaties van de drie gunas. Die zijn ook continu aan het transformeren en het acteren in het handelen en het weergeven van verschillende manifestaties. En dan in vers 24 haalt hij aan wat hij niet is. Hij is geen devata, hij is geen mens, hij is geen man, hij is geen vrouw. Maar hij is ook niet geslachtloos. Hij is geen vogel, hij is geen dier, hij heeft geen materiële kenmerken.
Hij is niet het resultaat van baatzuchtige activiteit. Hij is niet de manifestatie, maar hij is ook niet de niet-manifestatie. En zo is het, dat noemen ze niti-niti. Hij is dit niet, hij is dat niet, hij is dit niet, hij is dat niet, en hij is zus niet, en hij is zo niet. Maar wat is hij dan wel? Hij is het laatste woord in wat hij niet is. En daarom is hij dus ongelimiteerd. Even kijken. En dan gaan we even terug naar Gajendra's laatste paar gebeden. Dat zijn dus de vier versen, 25 tot en met, sorry, vijf versen, 25 tot en met 29. Hè, en waarom zoekt hij toevlucht? Vaak is dat ook belangrijk bij ons, dat er een waarom is. En je hebt het gezien in dat onderscheid van Sakama Bhakta en Nishkama Bhakta. Waarom zoeken wij toevlucht? Willen wij bevrijding uit die onwetendheid? Hij zegt, eigenlijk is iedereen bedekt door die onwetendheid. We zijn allemaal avritya. Hij als dier is avritya. Hij is bedekt door die onwetendheid. Willen wij bevrijding uit die materiële levens? En dat zijn vooral yogis die verbranden hun karma door bhakti. En als je bevrijding wilt uit materiële situaties, dan kan je als yogi, wij zijn bhakti-yogis, wij doen bhakti. En automatisch gebeurt het dat wij dus die bevrijding ervaren. Maar ons focus zou moeten zijn dat wij eigenlijk die devotie najagen. Als je zegt, oké, laat me toch stiekem bevrijding willen vragen, maar ik wil devotie, Krishna. Ja, echt wel, ik wil devotie, ja hoor. Maar stiekem wil ik dus die bevrijding hebben van die materiële. Krishna zit in je hart, hij weet precies welke intenties je hebt. En hij zal je in de eerste instantie geleidelijk aan laten ervaren hoe het is om niet eerlijk te zijn. Je gaat mensen tegenkomen die ook niet eerlijk tegen jou zijn. Je gaat je daaraan storen. Je gaat een wens hebben omdat mensen eerlijk tegen jou zijn. En dan ga je die eerlijkheid verder onderzoeken. Dus zo brengt hij jou naarmate je. En dat is een lang proces. Dus laten we gewoon aannemen vanuit de Bhagavad Gita. Oké, ik ga voor devotie. Ik ga het gewoon inzetten. Al begrijp ik nog niet wat het precies inhoudt. Laat me er een beetje voor gaan. Al begrijp ik een klein beetje daarvan. En het zal op een gegeven moment door Krishna's genade verder worden ontwikkeld. Je zintuigen beteugelen. Ik kan dat nog niet zo goed. Prima. Als je bhakti najaagt, dan wordt dat ook minder zwaar, minder een ding. En door die illusie, hè, die illusie, dat is iets wat ons vaak doet weeklagen over hoe slecht het wel niet in de wereld is, hoe slecht wel niet andere mensen zijn, hoe slecht wel niet de andere tradities zijn, spirituele tradities zijn, hoe slecht wel niet mijn verleden was, hoe slecht wel niet dit is, noem maar op. Dat zijn allemaal illusies en zo vergeet je je oorspronkelijke natuur. En daarom zegt Gajendra, ik wil al die dingen heb ik al allemaal meegemaakt, ook in mijn vorige levens. En in dit geval wil ik gewoon uit die benarde situatie. Mijn geest is beneveld door deze benarde situatie. Dus ik ben niet in een zuivere staat om tot jou te bidden. En je kan nagaan, als wij in zo'n benarde situatie waren, zouden wij in staat zijn om gebeden te reciteren. Dat weet ik nog niet zo goed. En waarom dus die Allerhoogste Heer? Hè? Ik zei het in het begin, Gajendra riep dus de Allerhoogste Bestuurder aan, de Allerhoogste Dirigent. En hij riep niet Brahma of Shiva of Durga of iemand anders aan of Indra, want hij wist in die diepste nood die hij zat, had hij die volledige kennis in zich dat het niet hun zal zijn die mij daadwerkelijk kan helpen, die mij daadwerkelijk voor mij iets kan betekenen.
En daarom riep hij de allerhoogste bestuurder aan. Maar ook alle andere geschapen wezens, alle geschapen wezens, afgezien van Krishna, Krishna is niet geschapen, maar alle geschapen wezens, die zijn onderhavig aan de wetten van Krishna. Dus wil je de wetten daadwerkelijk overschrijden, dan is de genade alleen van God nodig. En je ziet ook dat in de verschillende plaatsen dat Krishna ook heel snel ook aankomt. Hè? Het moment als hij aangeroepen wordt, dan komt hij gespoed aan. Het is niet dat hij wandelend aankomt en denkt van oké, nou ja, well, ik kom wel op de tijd, want dat ik wil hoor. Nee, hij komt heel snel aan, want hij voelt dus die liefde en die liefde trekt hem gewoon aan en het is een krachtige aantrekkingskracht. En zo worden beide, zowel de devoot als de deity, als God, die worden dan tot elkaar, joeps, als een magneet aangetrokken. En de lotusbloem, die is dan het teken van verzachte liefde, die wordt dan uitgewisseld hier door Gajendra naar de Heer. En vers 33, die heeft het over de bevrijding. En dus hoe Vishnu zowel Gajendra bevrijdt als de krokodil. Want hij kent hun, hij zit in hun hart, hij weet wat hun historie is. Maar hij weet ook de toekomst van deze situatie. En hij wilde deze situatie laten gebeuren. Want deze situatie zou bijvoorbeeld vandaag moeten verteld worden aan jullie. En samen met elkaar hebben wij deze situatie weer gekarmd en hebben wij een nieuwe smaak beleefd van liefde voor Krishna. En Krishna wist dat. Hare Krishna. Zijn er vragen? Want als jullie dan even tijd hebben, dan wil ik jullie dus die versen laten horen. Maar als er vragen zijn, dan kunnen we er niet over. Ja, Malati, dankjewel. Ik had nog een vraag over wat je zei bij vers 16. Dat je ook zegt, Prabhupada haalt aan dat Aranya, dat noem je Aranya, hout het potentieel van vuur in zich heeft. En omdat het niet bedekt is. Maar bij hout is het natuurlijk wel zo dat het element zelf heeft het vuur niet heeft Nee, verkleinen. hout niet, maar een hout lijkt. Maar natuurlijk wel, hout heeft het element vuur in zich, maar niet het element, de capaciteit van vuur in zich. Dus hij kan ontbranden. Als je water gooit, prima. Hout heeft de capaciteit om zachter te worden. Dus. Je ziet het vooral als hout heel erg droog is, dat alle andere elementen bijna niet aanwezig zijn, zoals water, die is bijna niet aanwezig. En dat dus hout erg droog wordt geworden, dat er een spontane combustion ontstaat, dat spontaan ook vuur ontstaat als het heel erg heet wordt. Hè? En zo ontstaan er ook bosbranden. Daarom is het belangrijk dat een bos een gemengde vegetatie heeft. Er was een bosbrand in Portugal, een spontane bosbrand, waarbij het achteraf duidelijk werd dat die spontane bosbrand eigenlijk, het was niet een natuurlijke bos, het was een aangelegde bos. En het ging om een single vegetation, dus het ging om een één enkele soort. Hè? En die één enkele soort, een van ze, die is dan, tenminste, er is vuur gekomen door die droogte, het was super droog. En zo heeft het dan in één keer het hele bos in as gelegd. Veel mensen zijn doodgegaan ook. Maar een natuurlijk bos, die is daarop berekend. Hè? En daarom zie je verschillende soorten vegetatie die, als er een spontane combustion is, ontbranding is, dat het niet
verder gaat en dat het misschien eventjes plaatsvindt, maar dat de andere soorten vegetaties die minder beïnvloed worden door de hitte in staat zijn om die vuur niet verder te laten gaan. En dat is bekend van bossen en daarom zijn bossen belangrijk dat ze gemixte vegetaties hebben. En dit is dit voorbeeld is daarvan een bewijs, zeg maar. Oké, en nog een heel klein vraagje. Die Niskama Bhakta, is dat hetzelfde als een beginnende devotee? Nee, een beginnende devotee is niet nishkame. Een nishkame is echt dat je geen materiële verlangens hebt. Als je die yogaladder bekijkt, dan beginnen we eigenlijk allemaal Sakama Bhakta. We zijn op zoek naar Niskama. iets. We zijn allemaal op zoek naar iets en we komen een toegewijde tegen. En noem maar op, hè. En dan krijgen we de informatie dat er iets is, hè, waarbij we een transformatie kunnen maken, die stap kunnen maken. En de Bhagavad Gita lessen, dan geef ik het ook aan waar het plaatsvindt. Dat je op een gegeven moment die transformatie maakt van Sakama Bhakta naar Nishkama Bhakta. En dan geleidelijk aan van Nishkama Bhakta zijn er diverse stappen die dan eigenlijk je leiden tot zuivere toegewijden. Dankjewel. Ja, Hari goeiedag, Krishna Mataji. Prachtige Hari. lezing, heel overzichtelijk en spannend gemaakt. Dank u wel. Ik had een vraag en Gajendra is hier met heel veel vertrouwen bezig om gebeden toe te zenden naar de Allerhoogste. We maken heel vaak mee dat bijvoorbeeld in onze ISKCON-gemeenschap toegewijden heel erg ziek zijn of sterven liggen en dat er een beroep wordt gedaan op andere toegewijden om gebeden, om te bidden. Mijn vraag is eigenlijk, er zie je, je hoort het en je ziet het, ik doe het ook, met heel veel vertrouwen wordt er dan gebeden gezonden. Mijn vraag is, welk effect heeft dat eigenlijk op zo'n persoon? Want in een behoorlijk aantal gevallen zie je dat de ziekte verergert en dat de persoon zelf het lichaam verlaat. Betekent dit dat Dus dat die gebeden het versnellen. Als iemand, vooral toegewijde, we zitten allemaal, we weten wel allemaal van waar we mee bezig zijn. Daar is onze verbondenheid, onderlinge verbondenheid. Hè? En er is een soort gemeenschap, wat we ervaren, gemeenschappelijke gebruiken, gemeenschappelijke gedachten, gemeenschappelijke, noem maar op. En in die gemeenschap. Dan is er iemand die daar in een bepaalde positie is, situatie is, waar we ons allemaal van kunnen voorstellen dat wij er ooit ook eens zullen zijn. Dus je wil heel graag dienen. We zijn in de dienende modus. En je wilt vanuit dat dienen je liefde bewijzen aan de ander, maar ook als een soort. Goh, als ik het zelfs al voel je dat niet helemaal zo, maar er Ja. staat dat als je kirtan doet voor iemand die op zijn laatste momenten heen gaat, hè, het voorbeeld van Ajamil, hè, op het moment dat hij op zijn sterfbed lag en die naam Narayan die kwam, die al sprak hij dat zelf uit, maar hij hoorde dat ook, waardoor hij verlost werd. Zelfs al doe je dat gemaakt, al doe je dat uit plicht, al doe je dat uit liefde, dat doet er niet toe. Wat het toe doet, is dat je wel jezelf daartoe hebt aangezet om het te doen. Je hebt een keuze gemaakt. En die keuze is al belangrijk dat je die persoon wilde dienen. En het resultaat ligt helemaal aan Krishna. Krishna heeft je op dat moment. Ja, als je kijkt naar de Bhagavad Gita, daar stonden zoveel mensen op het punt om heen te gaan. En Krishna zei al tegen Arjuna, het ligt niet aan jou, hè, of ze gaan leven of niet leven. Het ligt aan mij. Kijk maar, ze zijn al lang dood. Kijk maar hoe ze in die monden gaan van de dood. Maar het ligt aan jou om een rol daar te spelen.
Dus je kan ervoor kiezen om een rol daar te spelen. En het verlaten van het lichaam is een heel spiritueel proces. Spiritueel voor die persoon, spiritueel voor jou, want je wordt heel erg geconfronteerd met het einde van de fysieke realisatie, van de fysieke identificatie. Dus het wordt ook wel Samsaan Vairagya genoemd. Je komt in een situatie van onthechting. Je gaat nadenken, bezinnen. Dus het ligt niet aan de kwaliteit van jouw kirtan of wat er daarna gebeurt. Het ligt aan, je krijgt een platform waar jij jouw devotie kan verdiepen. En die persoon is op dat moment jou aan het dienen. Die persoon die krijgt al hulp van Krishna, die weet van, noem maar op, hè, wat er gebeurt. Maar op dat moment kan je die persoon aanvaarden als hulpmiddel om jouw devotie te versterken nu je nog wel in het lichaam bent. Dus zo helpt die persoon jou en zo helpt Oké. jij ook die persoon. Okay. Ja, betekent dus dit samengevat dat wij daar bijzonder veel baat bij hebben, want wij zijn actief bezig. Maar het plan van Krishna, dat gaat voor Lik, krijgt dus de hoogste prioriteit, is dus het plan van Krishna. Dat hoor je ook heel vaak, hè, dat het plan van Krishna is dat iemand Er zo is uit. alleen het plan van Krishna. Er is geen enkel ander plan, ook niet jouw plan, want zelfs jouw Oké, plan is het plan van Krishna. okay, ja, dankjewel. Heel Dus duidelijk, hoe Matthijs. meer je begrijpt dat er geen enkel ander plan is dan het plan van Krishna, dan is het alleen, ben ik een speler erin of niet? Dat is het. Prima, dank u. Hare Krishna, Ja. Haribol. Hare Krishna. Misschien kunnen we even luisteren naar de vers en kijken of er nog een vraag Oké. komt. Ja, prima. Even kijken. Gopika jivana smaranam Govinda Govinda Sadguru Nath Maharaj ki jai Shri Shukauvacha evam vyavasito buddhya samadhaya mano hridi jajapa paramam japyam प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यतये तच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यैदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गाः मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं मने भूतात्मभूताः सुहृदस्स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तानि अनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपायोरूपाय
नमाश्चर्यकर्मणे नमात्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसः चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छायोक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैः दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे अदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्तानन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्मपरं परेशम् अव्यक्तम् आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवाः वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्व्याचकलया कृताः यथाशिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्ति असकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यन् न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो कृतियोगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यम् असह्यवेग शक्तित्रयाय अखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये
kadindriyana manavapya vartmane nayam vedasvamatmanam yachhaktya aham dhiyahatam tam duratyayamahatmyam bhagavantamitosmyaham. Shri Shuka uvacha evam gajendram upavarnita nirvishesham brahmadayo vividhalinga bhidabhimanah naite yadopasasrupuh nikhilatmakatva tatrakhila maramayo harija virasit tam tadvadartam ubhalabhya jagannivasah stotram nishamya divijaihi sahasam stuvadbhihi chandomayena garudena samuhyamanah chakrayudho abhyagamadashu yato gajendrah sontas sarasyurubalena grihitarto drishtva garutmati harim khaupata chakram utkshipya sambujakaram giramaha krichat narayana akhila guru bhagavan namaste narayana akhila guru bhagavan namaste narayana akhila guru bhagavan namaste tam vikshya peeditamajah sahasavatirya sagrahamashu sarasah kripayo jahar grahadvipatita mukha darina gajendram sampashyatam hariramo mucha duchriyanam iti shrimad bhagavate mahapurane paramahamsyam samhitayam ashtamaskandhe tritiyodhyayah shri haraye namah gopika jivana smaranam govinda govinda sadgurunath maharaj ki jai. Oké. Ik hoop dat het nuttig was. Ik ben een beetje vroeg klaar. Ik had gedacht dat ik het niet zou halen. Maar gelukkig is het wel goed gegaan. Zijn er nog andere vragen? En anders geef ik het woord terug aan Mantrini natuurlijk. Hare Krishna. Hartelijk dank, Mataji, voor je prachtige uiteenzetting. Je kan echt voelen, ik kon echt voelen, wauw, dit is zo auspicious. Het is zo gunstig om in de ochtend zo met elkaar, met Srimad Bhagavatam bezig te zijn. En ook die laatste recitatie, heel mooi dat dat erbij komt. Dan voel ik zelf altijd van ja, het is een enorme, ja, gewoon tijdloze, transcendentale cultuur, realiteit, waar dit allemaal vandaan komt. En als je dat dan allemaal zo in het Sanskriet ook weer hoort, dan denk ik van wauw, prachtig, echt heel... Heel voedend, zoals ik in de chat zag ook, zegt iemand anders. Dat vind ik ook. Ja, ik wilde nog even ingaan op dat stuk wat je zei, dat het belangrijk is om de mantra's die we chanten, en om dat ook dieper te laten gaan, zodat het in ons volgend leven dan ook, weet even niet hoe ik nou die hand wegkrijg, die wil ik dus weg. Maar goed, anyway. Dat het in ons volgend leven dan ons nog van pas kan komen. Of in dit leven, als we het lichaam verlaten. Dacht ik van, goh, is toch ook wel weer een pleidooi om verzen te leren. He, want als je ziet dat Gajendra in zijn vorig leven al die gebeden geweldig uit zijn hoofd kende. Ja, dan zou het toch goed zijn dat we in ieder geval een paar verzen goed kennen van de Gita of wat dan ook. Misschien zou je daar iets over willen zeggen of een aanbeveling willen doen? Zeker. Eigenlijk wil ik ook wel aangeven, kijk, het was Gajendra's natuurlijke, zijn native language, om het even zo te zeggen, waarin hij die versen heeft geleerd. En voor ons is dat niet onze moedertaal, het Sanskriet. Dus dan is het een extra leren, weet je. Want je moet jezelf bekendmaken ten eerste. Want zoals die persoon net die verzen heeft gereciteerd. Nou, daar zijn een heleboel woorden. Dat zijn tongue twisters. Daar, je weet niet eens hoe je die woorden bijna moet uitspreken.
Dus, maar goed, het is zijn natuurlijke taal geweest als koning Indrajumna, vandaar dat het zo vlot eruit kwam. En het is ook goed dat wij de gebeden, hè, want er is een Nederlandse vertaling voor de gebeden, de essentie daarvan proberen te pakken te krijgen in onze eigen taal. Hè, de taal die jij spreekt in je hoofd, dat is jouw eigen taal. Maar het is ook heel, het geeft een andere connotatie als je het in de oorspronkelijke taal uitspreekt, die verse. Hè? Want sowieso is het Sanskriet niet materieel, het is spiritueel. In de verheerlijking van de Bhagavad Gita staat ook dat als je slechts één vers, één regel zou kunnen reciteren. Op het moment van het heen gaan, dan al heb je al. En één regel, wat te spreken over één woord, zelfs één woord, als je één woord goed onthoudt en kan spreken tijdens het moment van heen gaan, dan raak je al verlost. Dus zo powerful, zo krachtig zijn die Sanskrietwoorden, omdat ze niet materieel zijn. Dus ik zou in de eerste instantie willen beginnen in je eigen taal een aantal verheerlijkende gebeden te oefenen. En het is een kwaliteit die belangrijk is, want we leren niet te verheerlijken. De kwaliteit van verheerlijken is ons een beetje ongewoon. We voelen ons ongemakkelijk daarbij. Want we leren onszelf wel heel erg snel te bekritiseren en de ander te bekritiseren. Daar zijn we masters in, om daarin niet te oefenen. Maar het is wel goed om te oefenen in jezelf te verheerlijken. Niet vanuit, oh, ik ben de geweldige zuivere devotee. Maar ik ben een goede toegewijde. Ik ben op weg naar die volledige zuivere Nishkama Bhakti. Ik chant alleen. Het is geweldig goed wat ik doe, omdat dat is wat ik nu kan doen. En dus dat je niet alleen jezelf bekritiseert, ik ben er nog lang niet, maar dat je ook jezelf verheerlijkt, dat je tenminste dat proces bent begonnen en dat je al zo lang doet. Dus dat proces van verheerlijken, dat je dat in de eerste instantie omzet naar verheerlijking van Krishna en dan een bijpassende gebed in de Shastras vindt dat overeenkomt met die gemoed, waardoor je je sneller hecht aan die Sanskriet. Als je een aantal gebeden, dat zijn de gebeden van, zelfs Hiranyakashipu heeft mooie gebeden, maar er zijn een aantal gebeden in de Shastras die we zouden kunnen categoriseren. Dit is het gemoed, dit is het gemoed, dit is het gemoed. Hè? En dat je dat gezamenlijk of met een aantal mensen of gewoon alleen zelf structureel met elkaar helpen te reciteren. Maar anders ben ik bang dat het zo'n soort, en jij kent het ook wel, Ratimanjari Mataji, dat het zo'n soort wedstrijd wordt van hoe goed ben jij in de uitspraak van. En dat is zo, ik weet het niet hoor, ik hou daar niet van. En we zijn dan onszelf aan het afrekenen op de uitspraak, of je nou een sje of een tje goed kan uitspreken of whatever. Ja, Malati en alle luisteraars, we gaan afsluiten voor vandaag. Misschien dat ik je nog een keer ga vragen in deze reeks, want het is een lange reeks. Dat volgens mij 24, 25 hoofdstuk in Kanto 8. Dus wie weet horen we nog een keer van jou binnenkort. En nou, heel erg bedankt voor alle voorbereidingen en ook voor iedereen die weer online is gekomen in Ik deze doe het. reeks. So, Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada. Ja, hi Jai. Bo. Fijne dag allemaal. Zeven de zondag, iedereen. Hare Krishna. Bedankt PJ Prabhu voor de opname. Jai. Yes. Goed. 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 Go